Wacht even nog hier. Ja, heel goed. U bent binnen. Heel goed. Dames en heren, zo kunt u mij nog beter verstaan. Welkom allemaal. Welkom bij Operatie Interview. Onze hoofdgast is een bijzondere gast. Hij heeft vele bijzondere voorgangers ook als het om dit programma gaat. Denk alleen aan mensen als de burgemeester Eberhard van der Laan, maar ook Sylvana Simons. Kunstenaar Rob Scholten, de minister van Financiën. Heer Dijsselbloem ging hem voor. Maar vanavond is het de beurt aan een van Nederlands bekendste entertainers. Natuurlijk televisie, maar ook radio, theater, columnist, noem het allemaal op. We hebben een hele kleine compilatie gemaakt die bij voorbaat zijn grote oeuvre tekort doet. Om u toch weer even mee te nemen in de sfeer, kijkt u even mee. Mooie liedjes, inktzwarte humor. En vanavond is hij dus voor de allereerste keer op de televisie, Paul de Leeuw. Lekker bankje. Het is echt een lekkere boefriebank, hè? Zo, meneer De Rooij. Je hebt nooit safe gedaan. Ja, natuurlijk wel. Maar niet safe. Natuurlijk heb ik safe gesext. Maar ook niet, want anders had ik het natuurlijk niet gekregen. Nee, kom voor. Oh, hello, ja. Wat vind je er nou zelf van? Het is niet helemaal niet goed. Nee, echt, ik vind het gewoon... Het is ontzettend vals gewoon. Kom eens wat dichterbij. Ja, juist. Je verzuipt helemaal in die bank. Ja. Nee, kom anders op mijn schoot, vind ik ook wel gezellig. Nou. Gaan we buik spreken. I have to be honest with you, because... You don't like me. I have to be honest with you. I dream about you. Oh, really? We gaan met z'n allen een enorme groepshug gaan doen nu, als je dat fijn vindt. Dames en heren, eer genoegen, Paul de Leeuw. Dank je wel. Zullen we maar niet over Feyenoord hebben? Ze staan 3-0 achter. Ja. 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 Ontzettend leuk dat je mee wilt doen. Ben je eigenlijk zenuwachtig voor dit soort dingen? Nou, ik kan er niet zoveel aan doen. Dus je bent een beetje aan nadenken wie zou dan de interviewers kunnen zijn. Maar ja, er zijn er zoveel. Althans, ik denk dat ze dat zijn. Ja. Oh, dit eerste katje is gemaakt? Nee, maar dat kan iedereen zijn. Het kan ook iemand zijn die mij niet leuk vindt. Of iemand die, ik denk zo, daar zit ik echt tegen op te kijken of zo. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar van jou is natuurlijk ook bekend dat je graag de controle en de regie hebt. Dus het feit dat je toch ook een beetje moet overgeven op hetgeen komen gaat. Nou, dat vind ik eigenlijk wel spannend. Maar dat vind ik wel spannend. Dat is wel heel leuk om te kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Is er nou ook iemand waarvan je, als hij door de deur komt, dat je denkt, ah, nee. Nee, dat heb ik niet. Nee. Ja, dat hangt vanaf. Die vraag moet je eigenlijk over een uurtje stellen. Ga ik zeker doen. Als ik denk van ja, dat had ik echt niet verwacht. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand binnenkomt waarvan ik denk, nou, fijn, het is erg, maar dit is erger. Ja. Toch ook even de andere kant van de medaille. Is er iemand van je zegt, dat zou ik wel heel leuk vinden als hij ertussen zit? Sonja Barend. Oké. Okay. En waarom? Nou ja, omdat ik dacht, nou, wie zou er nou kunnen komen die ik ken? Want ik begreep dat de derde is altijd iemand die toch min of meer in mijn omgeving zit, toch? Nou goed, daar mag ik niks over zeggen, maar in ieder geval... ik dacht, nou ja, het zou Hanneke Groenteman, Sonja Barend, Gijs Groenteman... Toen kwam Sonja er wel een beetje uit, want dat is grappig stellen, omdat ze ooit... Ik ben ooit bij haar begonnen in 1986. Leuk om dan nu 2017 eens even met elkaar bij te kletsen. Ja, we zullen het zien zo direct. Ik heb zelf ook even wat interviews van je teruggekeken en gelezen. Het valt me wel op dat je vaak in jouw interviews kan je wel... Zeker bij geschreven media's kan je toch vaak het temperament waarmee je het... interview heb ondergaan, wel eruit lezen. Dus je gemoedstoestand is vrij bepalend volgens mij voor het type interview wat je afgeeft. Ja, maar dat geldt eigenlijk voor alles wat ik doe. Dat ik ben zo goed als ik me voel. Dus ook zo slecht als ik me voel. Ja, daar valt niks aan te doen. Dus dat is ook... ik weet wel dat ik moet scherp zijn, zoals nu ook. Je moet scherp, je moet rustig antwoord geven. Ook omdat je denkt, je moet ook niet dingen zeggen waar je denkt, oh god, dat wordt later uit zijn verband gerukt. Maar ik ben zo goed als ik me voel, ja. Dat is wel ook een soort handicap. Ik heb niet een automatische piloot. Maar dat viel mij wel op, want we spraken elkaar vlak voordat we opgingen. En toen zei je ook al van, ja, voordat je het weet, wordt weer uit de context getrokken. Is dat ook gaande de jaren een beetje ingekomen bij je, dat je daar voorzichtiger mee bent? Want als je verder teruggaat, lijkt je alsof je helemaal vrijgewaard bent van dat gevoel. Nee, maar het is wel de laatste jaren zo dat dingen worden uit verband gerukt en die komen dan op sociale media terecht. En dat is een enorm gedoe. En een enorm gedoe van, ik denk, oh, dan moet je het allemaal weer gaan...
Ik zie opeens sokken. Opeens moet je dan gaan. Moet je denken, ja, maar zo is het context gehaald en het wordt een heel ding. Maar dan is het inmiddels al, heeft het al het shownieuws bereikt en dat soort programma's waar ik niet op zit te wachten. Nee. Dus ben je daar ook wat minder vrij en wat meer op de rem in interviews? Nee, maar ik zou. Nee, dat zullen we wel zien. Dus over een uurtje moet je me die vraag ook stellen. Okay. Misschien als de interview binnenkomt, denk ik, nou ja, die vind ik zo charmant, dan maak ik mij, dan vertel ik het wel. Maar of dan zeg ik, geef ik gewoon antwoord. Maar dan kan ook best en ik denk, nou, ik ga er toch een ander antwoord op geven dan ik zou geven. Het is natuurlijk spannend voor jou en daarom ontzettend leuk en moedig dat je meedoet. Maar het is ook spannend voor de drie interviewers. Ja. Die hier in een ruimte niet ver vandaan, in ditzelfde gebouw, nu dit ook gesprek zitten te volgen. Okay. Want zij gaan op diezelfde bank waar jij zit zo direct aan al deze mensen uitleggen wat ze van plan zijn met je. Dus ook hun strategie, hun doelstelling, met andere woorden. Ze zijn vrij afrekenbaar op wat er hiernaast in de operatiekamer gaat gebeuren. Ja, door het publiek. Ik weet natuurlijk van niks. Nee, dat houden we ook even zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Okay. Laten we met dit gevoel aan de slag gaan. Ja, ik ga naar de zijkant. Ja. Hier ga ik je naartoe brengen. Krijg ik dan ook radio langs de lijn op de koptelefoon? Nee. Oh, jammer. We hebben het nummer Vlieg met me mee naar de regenboog. Ja, en dat 6 keer. Nee, dat ben je niet. Het is echt zo. Nee, het is 5 keer. Maar ik nee, het is echt zo. Ja. Ja. Alleen van jou. Het is zo, hè. Ja. Iemand zei, we moeten de very best of Paul de Leeuw hebben. Toen kwam dit nummer. Kwam er... Stijn, maar dat gaat maar door. Nee, ga door. Hou hem op. Maar dit is echt de hel, dit, hoor. Oké. Okay. Misschien kan ik vragen, schuin boven iemand dan toch ergens op een knopje kan drukken. Ja. Kan hij hier uit? Wij... Ja, goed. Hij is nu uit. Oh, maar dat is niet de bedoeling. Kunnen we even zeker weten dat hij niks hoort? Nee. Schiet me op het... Oké, okay. We zijn zover, dames en heren. Goed. Hij zat niet helemaal goed trouwens, want ik ga u nu vertellen namelijk, en dat vinden we ontzettend leuk, daar zijn we natuurlijk al weken mee bezig met het puzzelen. En wij denken dat we een mooie puzzel voor u hebben en ik ga ze achter elkaar aan u voorstellen. De eerste die ik u ga voorstellen is een bijzondere, is namelijk de directeur van het Van Gogh Museum. Dat is hij al 11 jaar en wij kwamen erachter dat hij ook nog een keer tot de vriendenclub van Paul de Leeuw behoort. Dames en heren, Alex Rüger. De tweede zult u misschien niet helemaal meteen qua naam herkennen, maar waarschijnlijk wel van de stukken die hij schrijft. Hij is een buitengewoon kritische mediajournalist. Hij is een jonge journalist, freelancer, schrijft onder andere voor de Volkskrant, de Varengids, maar ook voor het blad Wink. Hij heeft al een paar pittige interviews erop zitten. Hij stelt zichzelf de vraag, heb ik hem nog meer te vragen? Daarop was luidkeels het antwoord ja. Dames en heren, Haroun Ali. De volgende kwam net al even hangen, langs het gesprek met Paul de Leeuw. Zit wel lekker. Ja. Zit hij nou onder wel de uitslag? Ja, dat zit hij te doen. Hij kwam er even langs. Hij zat dicht bij het vuur. Eigenlijk de introductie overbodig. Bekend van radio en televisie. Hanneke Groenteman. Ja. Ja. Dit is geen uitklapbare wandelstok, dames en heren. Dit is een vlog. Waar zijn we nu? Live zijn we daar op, toch? Ja, ja. Niet live. Oh, niet live? Nee, dat ga ik monteren. Dat wordt nog geknipt. Goed. We zijn zover. Hij had, u heeft gevolgd? Ja. Hij zat er dichtbij, hè? Het is een beetje jammer dat ik Sonja Barend niet ben. Ja. Dat vind ik opeens heel erg jammer. Wij niet, trouwens. Heel teleurstellend. Axel, ik begin met jou. Ja. Wat ga je doen? Nou ja, in eerste instantie vind ik het nogal spannend, want ik ben de enige eigenlijk hier in de hele zaal die geen professionele interviewer is. Ja. Dus, en ik wil, Paul en ik zijn wel bevriend, we horen bij een soort grotere vriendenclub en daar wil ik het ook met hem over vriendschap hebben, maar ook dan wat die echte goede vrienden van hem betekenen, of ze hem ook tegengas geven, of hij ze om raad vraagt enzovoort. En dan eigenlijk overgaan... Maar als je die vraag stelt, heb je daar dus ook wat twijfels over? Nou ja, ik zou het ook echt oprecht van hem willen horen. Ik twijfel, maar in hoeverre, hoe ver ga je daarin? Of haalt hij advies mee uit zijn professionele omgeving? Dat wil zeggen zijn redacteuren of zo. Ook gaat hij ook echt bij vrienden te raden. Hoe ga je het aanpakken? In de voorbereiding heb ik een fragmentje gevonden waar hij in een radiotalkshow op het iemand het filosofietje van de dag. En het filosofietje van de dag was toen vrienden zijn mensen die alles van je weten en toch je vrienden zijn. Weten zijn vrienden alles van hem? Hoe zou jij trouwens zelf die vraag beantwoorden? Ja, mijn beste vrienden weten vrijwel alles.
Je hebt een fragment, ga je hem laten horen even? Wanneer nee, is dat, het... dat fragment laat ik niet, dat is alleen dat heb je maar, de inleiding. Want ik wil eigenlijk dan door naar, want dan gaat het over, ja, oefenen de vrienden kritiek uit. Kritiekgroep krijg je als je lang in de business bent, als je zo geëxponeerd bent enzovoort. En er is ooit een documentaire over hem gemaakt, de Entertainer. En daar liep in die periode het kritiek tegen hem heel erg hoog op. Daar is ook dat beroemde incident met Sonja Barend, daar wil ik niet echt over hebben. Maar daar is een fragment zit erin waar hij zichzelf heel erg toch bevraagt en in twijfel trekt. Nou, doe ik er nog toe enzovoort. Ja. En hoe kijk ik daar nu tegenaan ook? Toch even het noodscenario. Stel je nou voor dat hij toch een beetje afstand neemt. Dat hij niet met je meegaat in het gesprek. Ben je bereid om het gaspedaal en het vuur aan de schenen te leggen? Dat zullen we dan zien. Ja, nou ja, maar wanneer is het geslaagd voor je het gesprek? Je hebt 15 minuten zo direct. Als hij daar... als je toch het gevoel hebt dat hij ook echt reflecterend daarop terugkijkt. En wat ook in de tussentijd nu gebeurd is, hoe hij eruit is gekomen. Dat is natuurlijk op zich heel spannend, want iedere journalist zou het natuurlijk leuk vinden om iemand in een rustige, reflecterende modus te krijgen. Heb je daar ook een idee bij hoe je in het gesprek, in het interview, hem daar kan krijgen? De tijd is heel kort, dus ik weet niet of je daar nu zoveel tijd hebt om hem daar zo in te krijgen. Maar mijn hoop was ook een beetje om het eerst maar met vriendschap te beginnen, want dat is nog redelijk makkelijk als onderwerp. En dan kijken hoe je daar toch die andere kant op komt. Is er een bepaalde uitspraak of een manier van praten waar je zegt, ja, dan is het voor mij geslaagd? Vooral dat je toch het gevoel hebt dat hij open daarop antwoordt. En dat je niet het gevoel hebt dat hij het helemaal afremt. Spannend. We gaan het zo zien. Zullen we zien. Haroon, bij jou vind ik leuk. Ik zei het bij de introductie even. Je hebt een paar hele spannende interviews met hem gemaakt. Eentje in ieder geval. Die was echt, dat knalde van het papier echt als je het alleen al las. Wij vroegen jou en toen, heb je de boot even afgehouden. Namelijk, heb ik nog wel voldoende scherps aan hem te vragen voor dit interview? Nou ja, dat interview ging toen heel goed. En dat is voor Wink, dat is een homoblad. En van wat ik had gehoord, zaten zij al best wel lang achter Paul aan. En toen heeft hij de hele tijd gezegd, nou ja, ik weet niet of ik dat wel wil. En op een gegeven moment, volgens mij volgt hij mij op Twitter. Dus hij leest een beetje de stukken die ik ook voor de Volkskrant dan vooral schrijf. Dus toen had hij op een gegeven moment gezegd, ja, oké, ik doe het wel, maar dan moet Haroon het interview doen. Dus jullie kennen elkaar toen nog niet? Nooit echt face-to-face ontmoet, maar we kennen wel misschien een aantal dezelfde mensen en misschien volgt hij een beetje wat ik doe. Dat geeft je wel een kleine voorsprong om, dan denk je van oké, als hij dat dan maar in ieder geval een goede journalist vindt, dan kan ik ook de vragen stellen die ik wil vragen. Dus ik heb toen alles kunnen vragen wat ik wilde. Hoort hij me nu? Maar hij zit iets te luisteren. Hij lacht om zijn eigen muziek volgens mij. Dus dat was heel fijn. Want dat interview heb ik denk ik nu, dat is een jaar geleden ongeveer gedaan. Dus toen, wat heel veel mensen bijvoorbeeld wilden weten. Hij heeft een tijdje een dipje gehad, weet je wel. Dat is toch altijd gevecht om de kijkcijfers en het ging een tijd niet goed. En dat heeft hem toch wel persoonlijk geraakt. Maar daar had hij nog nooit eerder echt over verteld. En daar konden we over praten. Dus het was denk ik een interview waarin je gewoon en heel kritisch kon zijn, maar ook gewoon zijn emotionele beleving goed kon opschrijven. Dus dat was een interview waar ik uiteindelijk heel blij mee was, maar hij zelf denk ik ook. Dus. En nu is natuurlijk de grote vraag, waarom zei je uiteindelijk ja, want wat ga je doen? Nou ja, en ik twijfelde ook gewoon dat ik het eng vind om het voor het publiek te doen. Normaal zit je gewoon met z'n tweeën en heb je een bandje en kun je zo lang kletsen als je wil en daar de mooiste dingen uit halen. Nu moet ik het live doen met allemaal mensen erbij. Maar wat ik wel interessant vind, ik ben in 1983 geboren, dus ik ben echt met Paul de Leeuw opgegroeid en zijn programma's. Dus voor mensen van mijn generatie was hij eigenlijk de eerste soort van homo op tv eigenlijk die je zag. En heeft door zijn toch wel typerende manier van presenteren, heel energiek, toch wel heel expliciet en op het randje soms. En ook daarin zeker zijn homoseksualiteit als het ware benut ook om inderdaad voor humor, maar ook om inderdaad een beetje interessante situaties te creëren. Wil ik het daar een beetje met hem over hebben. Hoe hij eigenlijk terugkijkt op het begin, of dat ooit, welke beetje gedachten daaraan ten grondslag lagen, of hij dat wel of niet zou gaan tonen en hoe hij dat heeft gebruikt. Dat is ook een beetje een rustige manier om erin te komen, denk ik. En dan wil ik uiteindelijk ook wel, omdat die stijl is zo typerend geworden, dat in de vele programma's die hij heeft gemaakt, met allemaal verschillende namen, is die stijl en vaak ook het format van het programma wel redelijk hetzelfde gebleven. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat het publiek ook daarom altijd een beetje dezelfde Paul de Leeuw wil zien ook.
De hysterische Paul de Leeuw met zijn stoute vieze grapjes. En waar ik toch wel benieuwd nu naar ben, denk ik. En ik denk dat het ook voor andere mensen misschien interessant is om te horen van... Ja, of hij daar ooit het gevoel heeft gehad dat hij daar een beetje aan vast zat. En nou ja, op een gegeven moment ook in de laatste jaren, als daar inderdaad de kijkcijfers niet allemaal meer zijn wat het geweest zijn. Of hij dan ook voelt van ja, shit, zitten mensen eigenlijk nog wel op mij te wachten. Ja. Als je nou naar jouw stijl van interview, want ik had jou nog niet eerder ontmoet buiten vandaag. Ik las het interview en eigenlijk kom je op mij nu over dan ik zou denken toen ik het interview las. Anders over? Ja, anders. Oh, oké. Dus Hoe dan? Nou, ik had, je bent een, hoe, laat ik zo zeggen, hoe ga je het strategisch aanpakken? Ik ben wel eerst benieuwd hoe anders het dan over is. Ik leg even iets neer. Ja, nee, dat is... Moet ik niet zomaar zeggen. Dan moet ik even, nee, je hebt gelijk. Nee, ik had... maakte een wat rustigere indruk dan ik misschien dacht. Oké, je dacht dat ik bozer was? Of? Nee, niet bozer. Wat Hysterische. je kan toch iemand kan dus wij spreken wat rustiger overkomen dan ik zou denken bij een interview lezen. Ik probeer eigenlijk de vraag te stellen, als je nou direct naar het interview toe gaat, ook hier geldt natuurlijk weer... Zijn ervoor dat hij het toch ongemakkelijk vindt? Want je gaat ook een aantal ongemakkelijke punten langslopen. Dan heb je ook eens belangrijk dat hij met je meegaat. Dat hij je ook vertrouwt om dat wandelingetje te maken. Ja. Hoe ga je dat doen? Ja, daar heb ik niet echt een strategie voor. Ja, ik doe het wel een beetje altijd op dezelfde manier. Ik probeer gewoon te levelen met iemand. En dat lukt soms wel en soms niet. En de enige strategie die ik misschien nu heb is een beetje rustig inleiden. Dat hij denkt, oh ja, dit wordt gewoon een prima... relaxed gesprek en dan je moet altijd een beetje je pittige vraag een beetje bewaren op het eind, zeg maar. Ja, wat is uiteindelijk de grote pittige vraag die je heel graag beantwoord wil hebben na 15 minuten? Toch een beetje of inderdaad zijn manier van presenteren of dat of daar inderdaad een hele bewuste voor hem een strategie achter zit of dat dus toch een soort van maniertje is of dat hij dat echt wel ziet als zijn authentieke zelf. Belanghebbende vraag lijkt me. Ja. Dank, succes ook zo. Dank je wel. Laatste in de rij, Hanneke Groenteman. Ja. Ik wil eventjes mijn mede-interviewers een klein lesje geven. Wat ik binnenkort aan Paul op zijn verzoek ook ga doen. Een kwartier is kort, hè? Ja. Dus als je zegt, we gaan eerst even dat behandelen. En dan het laatst, dan voor je het weet, heb je alles behandeld. En de pittige vraag is 15 minuten om. Dat is een goede tip. Ja. Paul gaat een late show doen en die zei, oh, mag ik weer eens even met jou zitten om een beetje het interview weer op te krikken. Gaat niet helpen trouwens. ik ken Paul natuurlijk al heel lang en heel intens. Ik ben bij de allereerste Schreeuw van de Leeuw in zijn wereldje gekomen. Heeft hij mij in de redactie gehaald. En dat werden prachtige jaren. Jullie zagen net nog mijn neefje met de tanden eruit. Het kind waar Paul de Leeuw zo tegen tekeer ging. Dus ik heb hem zien binnenkomen als zo'n jonge... Ja, gewoon de wereld was gewoon te klein voor hem. Hij was alles. Hij heeft mij toen ook echt ongelooflijk meegesleept. En heeft mij echt veranderd van een beetje een grachtengordelsnop... tot iemand die gewoon ook een hele andere wereld ook geweldig leuk vond. Dus ik heb heel veel aan hem te danken. Nu ben ik nog steeds heel erg met hem bevriend. Maar wat ik me altijd afvraag... en dat interviewen is vaak een spiegel van wat je zelf bezighoudt... heeft Ischa ooit gezegd. Hoe vindt hij het om oud te worden? Hij is net 55 geworden. Dat is in zijn optiek echt oud. Vroeger was 50, ja, dan was hij toch al dood. Want hij wist zeker dat hij op zijn 52e dood zou gaan. Hij is ook een hypochonder namelijk. En nu is hij 55. En ik vraag me af, een beetje wat Haroun ook zich afvraagt... van hoe verhoud je je nu tot die aanstormende jongerenwereld? En hoe houd je je daarin staande? En denk je wel eens van, God, ik ben gewoon een oude man. En hoe moet dat dan? Moet ik nog steeds dolle... Ja, bij die quiz gaat dat wel. Daar is hij gewoon ook een beetje een oude aangever geworden. Maar hij gaat ook weer een nieuw programma doen. En heeft dat ook met zijn leeftijd te maken? Is hij wel eens bang voor zijn gezondheid? Want dat is hij vaak wel. En als hij echt iets heeft, dan opeens wordt hij heel rustig. Maar als hij niks heeft, denkt hij dat hij doodgaat. Dus ik wil met hem praten over oud worden, zowel in dit vak als in het leven. Hoe kijkt hij daar tegenaan? Mooi thema. En nu als rasinterviewer, staat hij dan die vriendschap voor u in de weg juist? Of is het juist een extra
push, een extra... Het is een voor- en nadeel, zo simpel is het eigenlijk. Ik vind het een heel groot... Oh no, voor dit. Ik vind het een groot voordeel. Ik vind het sowieso een heel groot voordeel om met Paul bevriend te zijn. Dus... Ja, dat begrijp ik. Maar als je iemand moet interviewen... Ja, als je iemand ook, zo, toch ook. Wel. Want Paul is heel goed in... Ik bedoel, Paul is zo eigenlijk één op één. Dat zullen jullie ook merken. Als hij er zit, zit hij er. Als hij het doet, doet hij het. Ook met mij. Hij denkt heus niet van, ja, Hanneke is mijn vriendin. Ik denk ook niet van, hij is mijn vriend. Ik moet een beetje voorzichtig met hem zijn. Integendeel. Ik ben altijd degene die heeft gezegd, Paul, dim eens een beetje. Doe eens normaal. Doe niet zo bot. Doe niet zo grof. Tegenwoordig zien we elkaar minder, omdat we het allebei, en vooral hij natuurlijk, heel druk hebben. En hij zo dom is geweest om in Blaricum te gaan wonen. Maar goed, het is een Gooise vrouw. Daar kan je ook niks aan doen. Maar... Eigenlijk vind ik het ook heel leuk om te interviewen, want in een interview kan je veel meer vragen aan je vrienden dan als je gewoon bij elkaar naar het Songfestival gaat. Nou gaf je de twee interviewcollega's meteen een tip. Wacht niet te lang met de grote vragen. Ja. Betekent dat dan dat u er meteen hard in klapt? Nou, ik geef altijd tips aan, ik geef altijd interviewlessen, geef ik altijd tips die ik zelf helemaal niet doe. Oh, okay. Dus ik ben heel goed in tip geven, maar in het uitvoeren daarvan... We willen het wel even, want eerder laat ik je toch even nu niet gaan. Ik wil het toch even weten hoe zo'n rasinterviewer, wat voor strategie... Ik ben geen Sonja Barend. Nou, maar het komt verdomd dicht in de buurt. We zijn ook een beetje met u opgegroeid. Ja. Hoe gaat u het aanpakken? Wil ik toch weten. Ik denk dat ik meteen over zijn leeftijd ga beginnen. We hebben net met veel plezier zijn 55ste verjaardag gevierd. 55, dat is toch een beetje een oude man. Hoe oud voel je je eigenlijk? Dat zal mijn eerste vraag zijn. Heel goed. Tot zover. We zijn zover, we gaan beginnen. We gaan ook in deze volgorde. Dus Alex, ik ga jou als eerste mee vragen. Ik zou zeggen, bent u er klaar voor? Zijn. Doet hij het nog? Ja, dat lijkt me ruim voldoende. Ja, okay. Kom mee. Nou, blijf een beetje hier staan. Succes, Axel. Oké,